delen die ik als laatst gezien heb. En daarbij ga ik je natuurlijk vertellen of ik het aanraders of afraders vind. Ik ben nog dol op films kijken en daarom leek het me ook leuk om dit met jullie te delen. Ik ga af van nummer 10 naar 1 en dat houdt in dat nummer 10 is de film die ik langst geleden gezien heb. En nummer 1 is de film die ik recent, zo recent mogelijk gezien heb. Ik begin met nummer 10 en dat is Home Sweet Hell. Deze film is uitgekomen rond februari, maart afgelopen jaar. En die gaat over een gezinnetje. Een man, een vrouw. En die man is een soort zakenman. En die vrouw is heel erg obsessief geobsedeerd. Beetje OCD, neurotisch typeje. Alles moet bijgehouden worden in een boek. Ze heeft werkelijk waar alles gestructureerd in een boek staan. Van wanneer ze schoonmaakt, tot wanneer ze de kinderen ophaalt. En zelfs wanneer ze seks heeft met haar man, staat genoteerd in het boek. Het is hilarisch om te zien en die man wordt er gewoon stapelgek van. Wie zou daar nou niet gek van worden als je zo alles inplant, zo strak dat er niets meer spontaan kan gebeuren. Want zij wil overal controle over hebben. Het verhaal gaat er dus over dat die vrouw enorm obsessief is en op een gegeven moment komt die man van haar op het werk een andere vrouw tegen. En die vrouw wil er eigenlijk voor zorgen dat het zijn ondergang wordt. En gaat hem daarom versieren, wil geld van hem, gaat hem chanteren. En die vrouw, als die erachter komt, wordt ze helemaal gek. Ze is lichtelijk boos op haar man. Maar daarnaast is ze ook super geobsedeerd en die vrouw moet dood. En ze weet al helemaal hoe ze het gaat aanpakken. En dan gaat niet alleen die vrouw dood. Maar er gaan ook meerdere mensen dood, want dat gebeurt allemaal per ongeluk. Oeps, ik vermoord iemand. Het is echt een hele rare film om te zien. Kan ik hem je aanraden? Ik weet het niet. Ik twijfel heel erg erover. Want aan de ene kant zeg ik ja, het is leuk, het is humor, het heeft echt wel humor. Maar aan de andere kant is het ook echt een beetje van die zieke humor dat je denkt, moet ik hier nou om lachen dat je iemand heel ziekelijk gewijs vermoord? Of ja, ik weet het niet. Het is een hele rare, komische, zieke film. Door naar nummer 9, dat is Insurgent. Insurgent is het vervolg op Divergent. Divergent ken je wellicht wel, gaat over dat er op de aarde verschillende groepen mensen zijn. Zo heb je zeg maar de hogere, de wetenschappers zeg maar. Je hebt de doeners die juist alleen maar bezig zijn, buiten zijn. Je hebt allemaal verschillende groepen en dan heb je ook de groep Divergent, wat inhoudt dat je anders bent. Dat je bij geen één groep eigenlijk past, maar dat je van allerlei groepen wel iets hebt. En als je dat bent, moet je gewoon op de vlucht daar, want dan ben je een soort van bedreiging voor de regering daar. En super veel actie weer in. Echt een retegoed vervolg op Divergent, dus op het eerste deel. Heel erg spannend, mooie opbouw, mooi verhaal weer. Hele mooie momenten zitten er weer in de film. Ik kan hem je zeker aanraden. Ik vind persoonlijk Insurgent net zo goed als Divergent. Dus ik vond het echt een mooie film om te zien. Nummer 8 is Avengers 2. Age of Ultron heet die. In Avengers 2 komen alle superhelden weer bij elkaar. Iron Man, Thor, Hulk, Captain America. Je ziet ze allemaal weer bij elkaar. En dan wordt er een soort van intelligente robot uitgevonden door Tony Stark en die heet Ultron. En Ultron moet eigenlijk het werk van de Avengers vergemakkelijken. Dus hij staat eigenlijk aan de kant van de Avengers. Maar op een gegeven moment wordt hij beïnvloed door bad guys. En denkt hij dus dat de mens gevaarlijk is en dus vernietigd moet worden. Wat je dan ziet is dat vervolgens dus die twee met elkaar in botsing komen. De Avengers komen op voor de mensen. En Ultron is tegen de mensen, dus dat botst heel erg. Ja, uiteindelijk hebben de mensen er wel last van. Want dat gaat natuurlijk door alle gebouwen heen, door alle steden heen. Je kent het wel. Spannende film, komische film, goede verhaallijn zit erin. Op zich kan ik hem je wel aanraden als je echt een beetje van die actiefilms houdt. En als je echt een beetje van heroes en superhelden houdt, dan is dat zeker wel een film die je ook leuk gaat vinden. Door naar nummertje 7, dat is Unfriended. Unfriended is, ik denk rond mei, juni, zoiets uitgekomen afgelopen jaar. En Unfriended gaat erover dat er een meisje zelfmoord heeft gepleegd, als ik het goed zeg. In ieder geval, ze is dood. En dat komt omdat er een videofilm van haar online is gekomen waarin ze heel erg dronken was en zich een beetje misdroeg, zeg maar. Maar dan is de vraag natuurlijk, wie heeft die video online geplaatst waardoor zij zo gepest werd en uiteindelijk zelfmoord pleegde. Dat zie je dan zeg maar in die film. Het is een horrorfilm. Een horror.
aparte, ja, het is een horrorfilm. En dan praten al die vrienden met elkaar online op, ja, op Skype, zeg maar. En dan één voor één worden die vrienden vermoord. En wordt er een spel opgezet waarin iedereen eerlijk moet antwoorden. En zo kom je er uiteindelijk achter wie, zeg maar, die video online heeft gezet. En wie, wat er allemaal gaande is tussen die vrienden onderling. En dat de een wel eens is vreemd gegaan met de ander. En dat komt allemaal boven water. En ik weet het niet. Ik vind sommige horrorfilms gewoon een beetje slecht in elkaar zitten. Zo deze ook. De een wordt vermoord met een steltang in haar mond. De ander wordt vermoord door, ja, ik weet het niet. Gewoon doordat ze zelfmoord pleegt. Het is een hele rare film. Ik vond hem echt heel apart. En echt eng vond ik hem niet. Het zijn weer echt van die stukjes waarbij je weet van dat het gaat komen. Ja, hou je echt, zeg maar, vind je horror eng wanneer het gewoon echt heel onvoorspelbaar is? Nou, dan vind je deze waarschijnlijk op zich wel meevallen, denk ik. En het is op zich ik vind het een beginners horrorfilm. Dus ja, in principe niet heel erg eng. Nummertje 6 is Jurassic Park 4. Het vervolg op 3, zoals het al zegt. Ze gaan weer terug naar het park, Jurassic Park. Je ziet het oude gedeelte in de film ook nog, maar daar blijven ze in principe een beetje weg. Het park is helemaal herbouwd en er zijn allemaal attracties. Je kunt lopen met dinosaurussen. Er is een hele soort van dolfinarium show, maar dan met dinosaurussen. Er is van alles te doen daar wat je met dinosaurussen kunt doen. Ja, het draait natuurlijk om bezoekers en wat er dan ook gaat gebeuren, of wat er gebeurt in die film, is dat ze een nieuwe dinosaurus uitvinden. Ah! Want het moet namelijk allemaal groter, spectaculairder. Meer mensen moeten natuurlijk het park bezoeken. En dan hebben ze dus twee dinosaurussen met elkaar gemixt. Daar nog wat genetische aanpassingen aan gedaan. En vervolgens komt er een dinosaurus uit die ze niet meer in de hand hebben en die het hele park ruïneert. Nou, hele spannende film. Ik heb steeds op het puntje van mijn stoel gezeten. Ik vond hem echt heel erg leuk om te zien. Een mooi verhaal zit erin met twee jongens die dan de neefjes zijn van de eigenaresse, zeg maar. Die zijn helemaal dol op dinosaurussen en daar, ja, die spelen eigenlijk een beetje de hoofdrol in de film. Ik vond het persoonlijk echt een mooie film en zeker een aanrader om te kijken. Nummertje 5 is Ted 2. Nou, Ted 1 ken je wellicht wel met die beer die tot leven komt. In Ted 2 gaat het erover dat de beer eigenlijk alles verliest. Dus hij wordt niet meer erkend als mens, zeg maar, als levend wezen. En hij kan niet meer trouwen daardoor. Hij kan zijn huis niet meer op een naam staan. Al dat soort dingen wat wij als mens wel kunnen, kan hij niet meer. En vervolgens wordt hij dus uiteindelijk weer bezit. En wil de eigenaar wil hem eigenlijk terug om te kijken van wat is er nou anders aan hem dan andere beren. En waarom kan hij wel leven en andere beren niet. En daarvoor moeten ze hem openmaken om dat te zien. Maar ja, dan gaat hij wellicht dood. En dan krijg je dus helemaal een strijd van die vriend van Ted met de eigenaar, zeg maar, van Ted. Die hem gekocht had met de eigenaar van de winkel die hem verkocht. En daar gaat het, zeg maar, een beetje over. Ik vond de film heel erg langdradig. Ik vond hem niet zo interessant. Ik wilde hem steeds bijna afzetten, zo saai dat ik hem vond. En dat kwam echt met name doordat hij zo langdradig was. Het was niet meer interessant. Er zat geen humor soms meer in. En daarom vind ik het persoonlijk niet echt een aanrader. Nummertje 4, Minions. Die heb ik nog in de bioscoop gezien. Omdat ik hem zo graag wilde zien. Omdat ik helemaal gek was op Despicable Me 1 en 2. Die vond ik echt super leuk. En daarom had ik hele hoge verwachtingen van Minions. Maar eigenlijk is hij mij een beetje tegengevallen. Want ik vond het verhaallijn heel erg langdradig en niet zo grappig ook. Ik vond de humor wel tegenvallen en al bij al vond ik het gewoon echt een beetje tegenvallen. De Minions gaan dan op zoek naar een nieuwe baas, hebben heel veel bazen versleten. Uiteindelijk komen ze dan bij Scarlet Overkill en die wil de kroon van de koningin in Engeland stelen. Maar dan snappen de Minions het op een gegeven moment niet meer, want die kroon die is al van iemand en hoe kan die dan van Scarlet worden? En ja, dan krijgen ze dus ruzie met die Scarlet en dat willen ze niet, want dat is een bad guy. En dan uiteindelijk komt Cruise, geloof ik, nog helpen. En de andere Minions komen er weer aan. Ik weet het niet. Ik vond het een beetje een slap verhaal, om heel eerlijk te zijn. Ik vond hem niet heel erg grappig. Hij was me een beetje tegengevallen. Nummertje 3, Vacation. Vacation is deel 5 van de National Lampoon's Vacation serie. Die je wellicht kent. Echt,
die serie vind ik zo geweldig. Ik moet, om iedere film heb ik nog tot nu toe helemaal dubbel gelegen. En zo ook bij deel 5 Vacation. Het gaat er weer om dat het een nieuw gezin is. En dat gezin is eigenlijk... dat gaat erom de zoon van het gezin wat je hiervoor in de eerste delen hebt gezien. Het leuke is ook dat je hem dus ook terugziet van de eerste delen. Hij is ouder geworden, ze hebben hem ouder gemaakt. En ja, het is gewoon echt superleuk. Ze gaan op vakantie, ze willen een keer wat anders. Ze horen altijd dat iedereen naar Parijs gaat, andere leuke vakanties heeft. En hun gaan altijd ieder jaar naar dezelfde vakantieplek. En nou wil hij het helemaal anders gaan aanpakken. En ja, dat zorgt er weer voor dat er onderweg van alles gebeurt natuurlijk. De hilarische dingen komen voor. En ja, ik heb echt in de scheur gelegen. Zowel iedere seconde van de film heb ik ook moeten lachen. Dus ik vind het echt zeker een aanrader. Nummer 2, American Sniper. En deze film is al afkomstig uit 2014. Dus niet echt een recente film meer. Maar ik heb hem laatst pas gezien en ik wil hem zeker met jullie delen. Omdat ik hem zo enorm goed in elkaar vind zitten. En het is zo'n mooie film. Het is een actiefilm, het is een biografische film ook, dus nagemaakt uit het verhaal van Chris Kyle. Chris Kyle is een Amerikaanse snipeschutter die uitgezonden wordt naar Irak, geloof ik. En daar moet hij dus zijn werk gaan doen met andere mariniers en andere gevechtstroepen. En in Irak, of ja, dat land waar ze zijn, ik dacht Irak, hebben ze natuurlijk ook eens een snipeschutter en die is ook heel erg goed. Dus die twee zijn nogal competitief naar elkaar toe en die willen elkaar gewoon uitmoorden, om het zo maar te zeggen. Er staat een hele hoge prijs op Chris Kyle wanneer je hem weet te vermoorden. En uiteindelijk weet Chris de Irakese snipeschutter te vermoorden. Heel mooi verhaal, met name het einde. Vond ik echt heel erg emotioneel. Ik moest er echt om huilen. Ik vond het zo... Ik ga er niet al te veel over zeggen, maar je moet hem echt zien. Het is een super spannende film. Ik heb echt... Mijn hartslag ging echt helemaal tekeer. En ik had echt het idee dat ik helemaal in de film zat. Alsof ik daar ook was. En ze hebben het echt prachtig gefilmd. De verhaallijn is super mooi. En Chris krijgt dan ook wel last van PTSS, omdat hij posttraumatisch stresssyndroom, omdat hij daar is geweest, dingen heeft gezien. Wat het dan allemaal doet, ook met het gezin en zo. Maar dat is niet uiteindelijk waar het om draait. Het draait gewoon om veel meer. Je moet hem echt zien. Het is echt een rete goede film. Echt super. En dan als laatste nummertje 1. En dat is Get Hard. Dat is de laatste film die ik heb gezien. Die is uitgekomen rond juni, juli geloof ik. Afgelopen jaar. En die gaat erover over een zakenman, James King. James King heeft echt een heel goed bedrijf. Maar uiteindelijk wordt hij door een soort partner, wordt hij erin geluisterd en moet hij naar de gevangenis. En dat wil hij niet, hij is hartstikke bang voor de gevangenis. Hij vraagt dan diegene die altijd zijn auto schoonmaakt, Darnell, een zwarte man zeg maar, vraagt hij om hulp hoe die kan overleven in de gevangenis. Nou, dat wordt helemaal hilarisch. Ze gaan... helemaal zich erop voorbereiden hoe het is in de gevangenis. Zijn hele huis wordt verbouwd tot een gevangenis. Hij moet voor zichzelf leren opkomen. Dan gaan ze nog naar de broer van Darnell. Die zit in een gang. Die gaat hem ook het een en ander leren. Ja, het is gewoon echt een hilarische film. Heel veel leuke, komische stukjes. De twee acteurs ken je wellicht ook. Ik weet zo even uit mijn hoofd hun namen niet. Maar op de foto die ik heb laten zien, ken je ze waarschijnlijk wel. En weet je wel om wie het gaat. Echt twee hele goede acteurs ook. En dat vind ik dus ook wel zeker een aanrader. Sommige stukjes vond ik trouwens wel langdradig eraan. Maar het meeste vond ik toch wel heel erg komisch en heb ik hard om moeten lachen. Dat waren de 10 films die ik als laatste heb gezien. En of ik ze aan- of afraders vind. Ik hoop dat jullie ze gehad hebben. Ik wil jullie hartelijk bedanken natuurlijk voor het kijken. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Doei!